is niet te veel aan de onderkant, mag ik nog één ding zeggen? Ik kan beter de bovenkant laten zitten. Wacht even, nee, maar kijk, nu heb je zag prachtig die richel aan de bovenkant. Ja, is goed. Ik moet alleen maar kijken of je scherp staat. Hoi, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van mij. Ik zit hier vandaag samen met Mart Visser. Yes, en ik ken hem al heel goed. Het is een van mijn grote voorbeelden, maar ik zou toch even voor de mensen die niet weten wie je bent, willen vragen of je jezelf wilt voorstellen. Ik ben ontwerper, ik ben gestart als couturier. Ik ben in 92 van het Amfi afgekomen, toen nog Montaigne heette. En eigenlijk direct gestart met een volledige couturecollectie. Tussen een gezettelde garde van Frank Govers, Frans Mona, Edgar Vos. Echt een oude groep couturiers in Nederland. In de generatie van mijn vader en ouder. Ik was een soort vreemde eend in de bijt. Maar vanaf moment 1, mijn allereerste collectie, stond het als een huis. En dat cultuurhuis heb ik doorgezet tot op de dag van vandaag. En daar zitten we nu. Heel gaaf. Wat ik zei, dat is een van mijn grote voorbeelden. Maar wat is, als je terugkijkt naar wat jij een studeren was, een ambtje als ik het zo kan noemen, jouw voorbeeld? Nou, het was eigenlijk eerder dat ik een hele erge hang had naar de oude Parijs cultuurhuizen van Jacques Fat en Nina Ricci en de Christian Dior toen die begon, Balmain, Balenciaga. Wat echt gewoon die echte Parijse chic had. En dat vond ik het mooie. Ja. Als je terugkijkt naar bijvoorbeeld de Amphi-periode, wat heb je daaruit echt geleerd en wat gebruik je daarvan nu nog steeds? Ja, nou, toch heel erg veel. Ik vond het, ik heb voor Amphi mode en kleding gedaan. Dus dan tast je heel erg af welke richting je op wil. Dus toen ik op mijn, twintigste op Amphi kwam, toen nog Montaigne, mode kleding. Ja. Was het voor mij heel snel duidelijk dat ik moest een couturier worden met een eigen huis en die collectie. Waar heb je stage gelopen? Ik kon naar Bad Hoeverdorp, maar ik ging naar New York. Ging zelf regelen, omdat ik vond dat ik dat daar paste. En daar paste ik ook inderdaad heel erg. Ik ben toevallig nu ook inderdaad met stage bezig. En, wat ga jij doen? Ik ga zelf bij een nieuw opstartend concept. Stage ook bij Maison 365. En wat doen we? Van Dani Bles. Zij hebben nu, maken ze boxen. En voor vrouwen die niet tijd hebben om te shoppen. En dat sturen ze op. Vanuit verschillende merken kopen ze het in. Ja, het systeem. Ja. En ik vind dat zelf heel interessant omdat het eigenlijk net begonnen is. Het is nog ineens echt op marketinggebied echt gelanceerd. Ze zochten iemand die ondernemend is en eigenlijk zelf verantwoordelijkheid durft te nemen. En ik studeer zelf management. En ik vind dat eigenlijk het allerinteressantste van het vak. Ja, leuk hoor. Ik denk dat uiteindelijk stage is eigenlijk je allereerste echte gewoon je praktijkvoorbereiding bijna. En dus je ziet gewoon dat de heritage van een opleiding die je hebt, is zoveel makkelijker werken. Je vindt toch je soulmate in dezelfde studie. Zeker, zeker. Dat geloof ik inderdaad ook. En heb je bijvoorbeeld nog tips voor bijvoorbeeld, ik ga heel veel om met designer. Wij hebben een groepje vrienden eigenlijk op de Amfi. En daar zitten een paar brands tussen, een paar managers en een paar designers. Ja. En als je een tip zou kunnen geven aan bijvoorbeeld hun, als zij bijvoorbeeld kijken van, maar zo word je echt succesvol, wat is echt een... Ja, weet je, ja. Dat wordt me altijd heel vaak gesteld van, maar hoezo is het jou dan wel gelukt en succesvol? Ja. En dat heeft gewoon te maken met een juiste instelling, juiste maatstand, juiste tijd, juiste dag, juist het ontstaat. Ik denk dat dat iets organisch is. Ik vind dat er heel veel ligt in verdieping. Okay. En daar bedoel ik mee, weet je, bouw een concept als ontwerper of als vormgever of als marketeer of weet je, werk daarmee en diep dat uit en maak niet te snel een Pinterest kopie van, want dat is het allermakkelijkste wat er is. Wat is je handschrift en wat kan je daarmee doen? Okay. Ja, heel interessant. Dat geloof ik. Tip van Mart! Dat is de tip. Als je terugkijkt naar een periode op de ANTAVIA studeren, wat blijf je dan echt bij? Wat is dan echt wat je denkt, dat was echt bijzonder? Het was toen nog een particuliere opleiding en de groep die overbleef, dat was wel echt gewoon hardcore. Dat was echt dat was een hele pittige opleiding, pittiger dan dat het nu is. Ja? Ja, echt. En wij zijn ik vind nu al pittig. Ja, het is, dit vak is echt, weet je dat, en ik denk dat dat ook het goede is, dat je na 4 jaar opleiding absoluut weet of dit je passie is of niet. Of je het overleeft dan. Zo ja, en ik zie ook steeds meer mensen die toen volledig in de mode werkzaam waren, na zoveel jaren ook murf zijn van de mode en zelf iets gaan doen in een hele andere richting. Heel anders, ja. En dat vind ik ook juist het interessante. Ik denk dat mode een heel erg goed uitgangspunt is voor de ontwikkeling van je handschrift, je smaak, je stijl, noem maar op. Maar dat kan, die discipline kun je natuurlijk heel makkelijk vertalen naar iets heel anders. Ja. Of het nou interieur is, food, architectuur. Ja. Kunst. Weet je kan alle kanten daarmee op. Als je nu nog kijkt, heb je nu nog verdere ambities, dingen die je gaat doen? Ik hoorde je net al stiekem wat vertellen. Ik besta dit jaar, zoals ik al zei, 25 jaar met mijn bedrijf.
was het totaal vergeten tot wat mijn PR dat tegen mij zei. 21. Dat is een kwart eeuw. Ja. Maar ik ga heel mooi op de Herengracht. Ik ga open op 20 september tot 20 november. Daar open ik met Beyond Context, zoals ik het noem. Voorbij de context. Uit de context gerukt bijna. Ja. Waarin ik een complete combinatie maak van mijn online shop martvisser.nl. Komt een pop-up in. Daarnaast komt al mijn artwork te hangen. Mijn grote schilderijen, mijn installaties, mijn beelden. Dat doe je er ook nog naast? Dat is eigenlijk mijn privéwerk. Maar dat is een groot internationaal verhaal geworden. Dus dat is iets anders geworden, zeg maar. Met een presentatie van mijn haute couture van de afgelopen 25 jaar. En we hebben heel veel besloten avonden. Maar we gaan vanaf 14 oktober tot 20 november open. In de Artesia op de Herengracht 534. 6 dagen per week als een prachtig museum. Ja, dat vind ik ook een hele mooie om mee af te sluiten. En ik hoop dat wij jullie daar ook bij gaan zien. En dan wil ik jou heel graag bedanken voor dit gesprek. En dan zie ik jullie volgende week weer.